De energieprijzen die zijn dan wel aan het dalen. We krijgen hier bij Testaankoop toch nog vaak de vraag hoe je je energieverbruik kan verminderen. Moet ik zonnepanelen leggen bijvoorbeeld? Dat is een vraag die we nogal vaak krijgen. En het antwoord is best genuanceerd. Ja, zonnepanelen zijn vaak interessant, maar je legt best prioriteiten. En daar kan ons interactieve huisje misschien wel bij helpen. Het geeft 3 stappen om je energiekosten op een efficiënte manier te verlagen. Te beginnen met isolatie. Omdat 74% van je energieverbruik gaat naar verwarming van je huis. Dus het is de meest efficiënte manier om daarmee te beginnen. En ook daar is er een volgorde. Best eerst je dak, daarna de gevels en dan je ramen. En pas in een tweede stap is het interessant om te gaan investeren in duurzame technologie, zoals zonnepanelen. En wat ons interactieve huis zo interessant maakt, is dat je meteen kan doorklikken, meer informatie vragen. En als je dat wil, ook meteen een offerte aanvragen. Zo ben je zeker dat je bij goede experts terechtkomt. Dus wil je het zelf ook eens proberen? Ga dan zeker naar onze website.